gaan we. De week in one-liners. Yes. Rob Schepers. Yes. Zaterdag 13 april, de oudste Siamese tweeling ter wereld. George en Lori is op 62-jarige leeftijd overleden. Ik snap die twee wel. Samen uit, samen thuis. De twee waren aan elkaar vastgegroeid met hun schedel en hadden ze toch een universitair diploma. Oftewel, koppie-koppie. De Siamese tweeling ging het liefst op vakantie in Engeland, zodat de ander ook een keertje kon rijden. De uitvaart is nog een uitdaging, want George wordt dinsdag begraven en Lori woensdag gecremeerd. Zondag 14 april. Marianne Vos wint op de eindstreep van de Amstel Gold Race omdat de concurrent Lorena Wiebes te vroeg begint met juichen. Je bent echt een domme muts als je al gaat juichen terwijl de strijd nog niet is gestreden. Al dus VVD-fractievoorzitter Dylan Jusselgus. Ik ben zelf ook ooit in het zicht van de finish te vroeg gaan juichen, maar toen begon mijn schoonmoeder ineens weer te ademen. Ach, Robby. Ach, jeetje toch. Nou, maandag 15 april. Siewert van Liende geeft in een interview aan dat hij momenteel moet rondkomen van slechts €15 in de week. Oh. De enige uitjes die hij zich momenteel kan veroorloven zitten op de Frikandel Speciaal. Mocht je luisteren, Siewert, met deze ene grap heb ik al meer verdiend dan jij in een hele maand. Ja, doe er nog een paar, kan mij het verrotten. Siewert van Liende moet tegenwoordig 3 weken sparen om een uur te kunnen parkeren in Amsterdam. Siewert kan niet eens een advocaat betalen, want die kost €16,99 voor de gal en gal. In de quote 500 is hij inmiddels afgezakt tot net onder de Parijse zonnebrillenverkoper. Mijn bokko. Dinsdag, 16 april. Geert Wilders loopt weg van de formatietafel na stevige discussie over asielzaken. Beetje laf natuurlijk om weg te lopen als het te heet wordt onder je voeten. Al dus oud-koningin Wilhelmina. Lekker, man. Heb je geen zin in vandaag? Het verschil tussen Geert Wilders en mijn puberende dochter. De een is een onvoorspelbare en onredelijke troela met een grote bek en een onvolgroeide prefrontale cortex. En de ander zit bij mij thuis op de bank de voorraadkast leeg te vreten. Woensdag 17 april. Derek Bolt moet van KRO NCRV na 30 jaar stoppen met het tv-programma Spoorloos. De laatste aflevering wordt een special van 4,5 uur... waarin ze op zoek gaan naar de kinderen van Prins Bernhard. Ja, jongens. Volgens Derek was het hoogtepunt van 30 jaar Spoorloos toen hij Tanja opspoorde in Volendam. Waardoor Henk in één klap herenigd werd met zijn nicht, zijn tante en zijn zus. Donderdag 18 april. Dubai staat compleet onder water door iets wat uit de hand gelopen chemische opgewekte regenval. Dubai maakt daarom vanaf nu deel uit van de Verenigde Arabische Emiraten. Verenigen. Er is door de wateroverlast veel commentaar op de huidige minister van Klimaat in Dubai. Te weten, Sheikh Nat. Brabant en Limburg hebben inmiddels hulp toegezegd en sturen in totaal 7 dweilorkestjes. Volgens Geert Wilders is het ook vragen om problemen met al die sluierbewolking. En vandaag vrijdag 19 april. Ja, een in Australië ontdekte nieuwe mierensoort wordt vernoemd naar Harry Potter-schurk Voldemort, omdat beide een bleek lang lijf hebben. Vanwege het enge, lange en bleke lijf van de mier was het volgens de onderzoekers kiezen tussen Lord Voldemort of Martin Meiland. Omdat de mier kan overleven met amper voedsel en een karig nest, werd ook nog even gedacht aan de Siewert van Liendenmier. Maar die vermelding was helaas al vergeven aan een nieuwe soort kakkerlak. En de laatste voor vandaag. Er is overigens ook wel ooit een keversoort vernoemd naar Greta Thunberg. Het gaat hierbij om een klein, irritant en intens jeuk veroorzakend stuk ongedierte. En daar is dus een kever naar vernoemd.